Goedemorgen, het is donderdagochtend en het is nu bijna 8 uur. En we moeten zo meteen om 8 uur in de lobby zijn. Correctie, het is letterlijk precies 8 uur. We moeten in de lobby zijn, want dan gaan we naar de eerste activiteiten. En we gaan als eerste naar de studio's. En daar hebben we een meet and greet en een setbezoek van Night Squad. En dat is wel leuk. Dus daar gaan we even een kijkje nemen. Dan gaan we ergens lunchen. En dan gaan we karten waarschijnlijk. We zouden gaan lopen, maar het is echt kut weer. Dus dat is veranderd. So right now we're headed to the Paramount lot. And the first thing that we're going to be doing is we're going to be meeting with a brand new Nickelodeon show called Night Squad. So I'll go into that in just a minute. Okay, we zitten in de bus met allemaal YouTubers en mensen uit heel de wereld. En ik ken helemaal niemand, maar maakt niet uit. En we gaan nu naar de Paramount Studios, want daar hebben we een soort van cast meeting en een rondleiding op de set van Night Squad. En het regent nog steeds. The weather is beautiful. Dus dat is fijn. Okay, we zijn nu bij de studio's. It's so weird to talk in my own language. Yeah. So, this is Gloria. Hi, my name is Gloria. She's my teammate. Yeah. En we zijn met alle YouTubers en we gaan nu volgens mij naar de studio. Alleen het regent heel hard. En we moeten 5 keer omlopen, maar ik ben heel erg benieuwd. Are you excited? I love your language. You do? Wait, what language is that? It's Dutch. Wow. I can speak, Dutch. I can say, ich bin Gloria. That is so cool. That's German. I can speak a little Dutch. You do? Yeah. Say something. Oh, I'm joking, I can't. Oh, you can. Okay. What was your name again? I'm Alan. Alan. Yeah. Okay, you say, ik ben. Ik ben Alan. Ik ben means I am. My name was Alan. I say, ik ben Ben. Yeah. Oh, ik ben Ben. Welcome. Thank you. Entrez-vous. Wow. We just got done shooting in here right now, so it's a little crazy. But come on in, everybody come in and then we'll talk. Wow. Come over here and look this way. Come over here. We're gonna set you up and you'll be able to see what's going on the monitor here. Okay. So come on in, come on in. She's so excited, I love it. Welcome, welcome, don't be shy. Crazy. This is huge. It's like a freaking jungle in here. Yeah. Never rains here. Okay, we zijn hier dus met de acteurs. En dit is de regisseur. Hi. We gaan nu even een groepsfoto maken. Het zijn ook allemaal fotografen hier. En volgens mij gaan we hier een foto maken. En het is echt heel leuk. No. So if you guys go on the set and look this way, you'll all be on these cameras. Okay, we zitten nu op de set. Hier zo. En we gaan nu een scène kijken die ze gaan filmen. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, we komen in een kamer. En iedereen moet opeens poncho's aandoen en hoesjes om onze schoenen en een paraplu op ons hoofd. This looks really weird. Oké. Is dit een grapje? So, I think we're getting pranked. I think we're getting pranked. Yeah, this is already a prank. You've got to wear this, and literally, I'm just going to knock this out. Jongens, this is so I look like a hippie, like my hair's like all gone up. Going on, you know. We zijn net geprankt door Brooklyn en Bailey. En we komen buiten en we worden gewoon helemaal ondergespoten met waterpistolen. Hoe moet die show wel echt zien? Wow, er viel echt een druppel in mijn oog. Oh nee. Ja, FYI. Oké. What is this restaurant called? Tortilla Republic. Oké, we zijn bij Tortilla Republic. En we gaan tortillas eten. Het ziet er best leuk uit. Maar die ober is ook echt zo'n man in zo'n blouseje wat dan zo vies open en zo. Kan ik hem filmen? Nee, ik zie het niet. Oké, we gaan hier eten. Hij is warmer gekleed dan dit. Ja, het is niet zo heel warm. We zijn nu hier een prank aan het opnemen. Iets met pittige saus in een drankje. Cheers! Oké, we gaan nu eten en ik heb taco's met kip. En het grappige is dus dat ze hier aan refills doen. Dus als je dus een glas met cola bestelt, dan komen ze gewoon met kannen. En dat is dus bij de hoe noem je dat ook alweer? Fastfood.
goed in restaurants. Mm-hmm. Daar heb je dat ook. Dan als je dus gewoon een grote cup bestelt, dan kan je gewoon voor 1 euro laten refillen. Dat is wel grappig. Nu gaan we lekker eten. Oké, we zouden eigenlijk gaan hiken, maar omdat het dus echt verschrikkelijk weer is, gaan we nu karten. Het is trouwens heel grappig, omdat we met allemaal YouTubers zijn en iedereen is elke keer aan het vloggen. En dan staan er weer andere mensen omheen die zoiets hebben van wat zijn deze mensen aan het doen. Er staat hier ook een camera guy. Say hi! Oh, you can say hi too! Dubbelgangers gemaakt van aardappelen en we gaan zo meteen weer in de bus. Ongeveer 3 kwartiertjes rijden en dan gaat het naar het hotel. Dan krijgen we een soort van lezing over alles wat we morgen gaan doen. En dan hebben we een soort van vrije tijd, dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Misschien eten, stad in, naar het strand, ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, het weer is nog steeds helemaal kut. Regen. En ik heb honger. Dus daar gaan we even een oplossing voor zoeken. Op mijn hotelkamer in, er liggen weer allemaal dingen. Ik weet alleen niet wat dit is. Dit zijn Heelys. Heelys is volgens mij een van de sponsoren van Kids Choice Awards. My god, geef me deze licht. Het is alleen een beetje jammer, want die andere schoenen die ik had gekregen, die pas ik niet. Maar hier zit dus zo'n wiel onder. Oké, en dit is... Let's see. Oh my god, nog meer goodies. Leuk man. Ik ga denk ik even wat eten hier. Of ik roomservice ga bestellen, weet ik nog niet. Maar er staan hier wel wat snackdingen. Dus ik ga even wat eten, wat drinken. Ik moet heel nodig plassen. En dan ga ik denk ik even neerploffen op mijn heerlijke bed. Want ik heb vannacht echt voor geen meter geslapen. Dus, oh, dit was zo'n lange dag. Maar het was wel echt heel leuk. Oké. Okay. Oh my god, ik ben echt zo hard in slaap gevallen. Ik had via een of andere gekke site iets gedownload waardoor ik alsnog Temptation kon kijken. Oh my god. Kijk naar mijn haar. Dus ik was Temptation aan het kijken. En toen ben ik gewoon in slaap gevallen. Dus ik heb letterlijk 5 minuten gezien of zo. En het is nu 12 uur. Amerikaanse tijd. Dus ik ga gewoon make-up eraf halen en slapen. En dan zie ik het morgenochtend wel. My god, ik ben gewoon met make-up in slaap gevallen. Dus dat ga ik ervan afhalen. Oké. Ik ben zo moe. Ik zie jullie morgen. Doei. No sad, no bad days in the land. I'm a set of 7 seas just to separate myself from the family.